Terugblik op 2011 loopt ten einde en we blikken terug met de grote man achter Pinkpop al vele jaren. Dat is natuurlijk Jan Smeets. Jan, toch eventjes, wat is er gebeurd? Ik ben met mijn fiets gewoon weer traditioneel over de kop geslagen. En het valt nogal mee. Doet wat pijn links en rechts, maar dat hoort erbij. Pinkpop is bijna ten einde. Sterkt in ieder geval even in het kort terugblik op Pinkpop. Bezoekersaantallen hebben op het laatste moment nog uitverkocht. Er waren nog enkele kaarten. We waren al heel lang uitverkocht. Alleen ik vertel het nooit. Om de zwarte handel de kop aan te drukken. Alleen het probleem is, je moet het er wel bij houden. Want dan lopen we iedere keer op. 60.000 is voor ons de limit per dag. Er waren er zaterdag 66. Gisteren 60 dan. En vandaag zijn er 67.000. Dus we zijn, zoals dat heet, meer dan uitverkocht. Meer dan uitverkocht. Gefeliciteerd daarmee, Jan. Ik weet dat je heel druk bent. Backstage. Maar heb je wel een muzikaal hoogtepunt dat je hebt gezien van dat vond ik een topper? Ik denk dat mijn hoogtepunt moet komen, dat is Foo Fighters. Daar wacht ik echt op. Maar, en die zijn er nog niet geweest? Nee, die zijn er niet geweest. Maar ik heb een zwak voor een hele hoop dingen als Dazzle Kid. En ik heb een zwak voor de script en dat soort dingen. En ik vond dat alle bandjes succes hadden. En een van de leuke dingen die ik zag zijn de Beach Steaks in Duitsland. Oh, die stonden net op de 3FM stage. Ja, dat was zo'n succes, ja, ja. Je hebt een mooi voorwoord geschreven in het Pinkpop boekje. Dat constateer je een trend. Even heel in het kort. Bands worden steeds duurder. We gaan ze wel betalen. Wij verhogen daardoor onze tickets. Maar het is een goede investering, want we verkopen steeds uit. Nou, nu ook weer. Zie jij niet een keer een eind komen aan zo'n trend? Ik denk het wel. Op een gegeven moment, kijk, het hele festival kost meer dan 10 miljoen. En dan geven we tussen 4 en 4,5 miljoen uit aan het programma. Ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk wel op, hè, want ik weet niet, er zal een psychologische grens zijn voor het entreekrijs voor het kaartje. Maar wanneer die er is, weet ik eigenlijk niet. Het zou eventueel de komende jaren nog wel even verder kunnen gaan, deze trend. Kijk, sowieso zal het moeten, als die van Madeleine de BTW-verhoging doorgaat, dan wordt het dus 30% duurder. Je weet precies waar ik je wilde hebben. Je hebt regelmatig geageerd, mag ik zeggen, tegen het regeringsbeleid. Niet alleen tegen die BTW-verhoging, ook over de bezuinigingen in de cultuursector. Kun je in kort eventjes je grieven in het paar zinnen weergeven van het huidige beleid? Nou, het gaat gewoon, je treft daarmee gewoon alle mensen in de samenleving, van arm en rijk, van cultureel of links of rechts, hoe je het ook keert. Iedereen moet 30% meer betalen. Heel veel mensen snappen nog niet dat het dan ook gaat om Holiday on Ice. Dat ook gewoon om het Piratenfeest. Dat ook gewoon om het Slagerfestival. Dat het gaat om popconcerten. Het is gewoon voor de gekken, zou ik zeggen. En dan reken maar eens uit, de kaartjes waren al duur, omdat er dus veel zaken duur geworden zijn door allerlei ontwikkelingen. Omdat producties steeds duurder worden. Ja, we betrekken duurder artiesten aan, zoals hier. Maar dat doen ze in opera en operette ook. Dat wordt allemaal duurder. Dat betekent dat de ticketprijzen al duurder waren. En wat gaan ze nou in één keer doen? Gaan ze de entreeprijzen verhogen. Ik bedoel, de BTW verhogen. Dat betekent dat al die kosten moeten doorberekend worden aan de gemiddelde Nederlander. En dat is eigenlijk volgens mij helemaal niet leuk. Dat raakt ook Pinkpop en dan met de Pinkpop bezoeker. Ja, dat treft iedereen, ja, tuurlijk. Maar dat nogmaals, dat treft ook Holiday on Ice. Ook Nick en Simon. Ja, Nick en Simon en de musicals van Joop van Ende. Iedereen treft dat, ja. Zou het geholpen hebben, denk je, Jan? Je bedoelt? Nou, je hebt het gezegd, en plein publiek, dus zou het geholpen hebben? Nou, ik heb begrepen dat Arie Slobak getwitterd heeft. En die heeft er helemaal niks van begrepen. Die zegt, wat maakt Smeet die druk? Hij betaalt 1,3 miljoen aan Coldplay. Wat niet zo is, maar goed, dat is een ander verhaal. Dus kunnen die mensen ook wel best de BTW betalen? Ja, dat slaat dus echt nergens op. Arie Slob zit niet in de regering, dat scheelt. Dat scheelt, maar hij gedoogt het wel natuurlijk. Uiteraard. Tot slot even alles overzien. Hoe gaat Pinkpop 2011 de geschiedenisboeken in? Ja, dat is als weer een uitzonderlijke. Ik moet het helaas vaak zeggen. Het is wel zo dat ik nu wel alle records gebroken heb. Het kan niet meer. Ik heb maar een vergunning voor 70.000 mensen. Daar trek ik dan de genodigden vanaf en de sponsorkaarten. En dan wil ik nog een spare hebben van 1.000. En ik heb er 67.000 verkocht, dus het is bereikt. Ik kan alleen nog maar naar beneden. Nou, dat zal dan te merken zijn als ik een slechter programma krijg. Dat kan, dat weet je nooit. Maar dit zijn wel alle limieten. Ik denk dat alle records gebroken zijn. En nu kan het niet meer groeien. Toch weer vol goede moed naar Pinkpop 2012 toe? Ja, ik wel. En ik heb begrepen op de trein ook. Al die mensen roepen allemaal tegen mij. Wij komen terug. Wat er ook gebeurt. Daar hou ik je aan. Hey, Jan Smeets, hartelijk dank voor dit gesprek. En succes verder.